Waarvoor dank natuurlijk. Hartelijk welkom. Het is inmiddels 4:02. Dit is de moeder der middagshows Zomertijd bij Radio 10. En natuurlijk als te doen gebruikelijk als het gaat om de Zomertijd vrijdagmiddageditie gastsprekers om Radio 10's verkeersinformatie voor te lezen. En de eerste komt van gewijde grond. Dames en heren, verkeersinformatie door Pater Piemelot. Mooi gesproken, Monsel. Pater. Prachtig. Ik hoor u niet. Nee, kunt u misschien even uitwijken naar een andere microfoon? Een ogenblik graag. Ja, goedemiddag, Rob. Ja, goedemiddag. Geen idee waarom uw heiligheid niet te horen was. Maar gelukkig is het technisch euvel bij deze verholpen. Dat is het mooie van live radio maken. Ja. Maar wat ook mooi is, is het mogen voorlezen van de vertraging op de weg. Ja. U kent mij wellicht, Pater Piemelot, in dienst van de Heer. Jawel, beminde luisteraars. Afdeling verkeer, en daar gaan we. A1 Amsterdam, Amersfoort, tussen Knopen en Nassen in Brugge. 3 kilometer langzaam rijden. Prachtig, hè, de Gregoriaanse. U weet het, luisteraar, ik ben er zot van. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Nieuwegein en Culemborg. 10 kilometer door een eerder pechgeval. Broeder Janus kon zijn ontsteltenis maar moeilijk verbergen toen hij in het klooster aangekomen de non betrapte met 2 dwergen. A20, hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Centrum. 5 kilometer. A27, Utrecht-Gorkum. Tussen Houten en Hagestein, 3 kilometer. Uit de overlevering werd duidelijk dat het schier ondoordringbare hofje van Eerwaarde nu was kaalgeschoren. Meneer Pastoor belde haar terstond, want zulks kon hem enorm bekoren. A58, Breda-Eindhoven, tussen knooppunt de Baars en Moergestel, 3 kilometer. En de laatste beminde automobiliste van dit moment. A59, Zonzeel-Os, tussen Maden en Raamsdonksveer, 3 kilometer. Ik wens u een vroom week einde. Doe het voorzichtig. Dan natuurlijk nu weer tijd voor een gastoptreden als het gaat om verkeersinformatie bij Radio 10. Wij zagen hier met z'n allen net al dat felgekleurde postcode loterijfietsje weer tegen de gevel staan. Krassen veroorzakeld natuurlijk. Het kan maar 1 ding betekenen. Het is tijd voor onze grote chocomel drinkende vriend, Jaapie Kat. Jaapie! Hey Jobby, ouwe rups. Ouwe rups. Hoe is het? Ja goed, hoe is het met jou? Je ziet er goed uit. Je bent zelfs bruin. Je veel ik ben heel even op stand geweest, want ik heb een baan van de zomer. Heb jij een baantje? Ja, ik mag kuilen scheppen en die ga ik aan Duitsers verhuren. Ja. En verkopen ook chocomel. Ook, dus ja. En ik heb al een orde van meneer Staal. Ja. Of ik een kuil wilde maken voor zijn schoonmoeder. Hij zou hem zelf wel dichtgooien. Nou, wie een kuil gaat voor een ander is niet lui, zei hij altijd. Nee, die is zeker niet lui, nee. Maar we even een view ook doen. Ja, doe maar, jongen. Maar ze beginnen alweer te zwaaien. Ja. A2, Amsterdam, Den Hogenbosch tussen Breukelen en Oude Rijn, 5 kilometer. A2, Utrecht, Sethogenbosch tussen Oude Rijn en Nieuwegein. Hey, Robby. Ja. Hey, weet jij wat een... hoe ze een vrouwelijke hovenier noemen. Een vrouwelijke hovenier? Ja, wees zo een die het erg knipt. Geen idee. Een snoeipoes. Een snoeipoes. N15 Rozenburg-Ridderkerk, A15 tussen aansluiting. Met de A15 Rozenburg-Centrum en Spijkenissen staat ook 4 kilometer. Ja. Hey, vorig jaar was ik ook op strand. Bij het blootstrand. Was lach, jongen. Ja. Ik zeg tegen Kees, hey, we zijn allemaal druk met al die blootrikken bij die haringkart. Sta maar in de vuur. Nee, zegt Kees, het noemen ze groepseks. Oh! Wat is dat daar, Kees, op groepseks? Ja, nee, dat leg ik je zo nog wel uit. Oh, A20, hoeveel hond gauw na? Dan neem ik even chocomeltje zo. Ja, doe maar, tussen Schiedam en de Westplein, 4 kilometer. Ja. Op de A27, helemaal mis daar tussen Gorkum en Almere. Want Utrecht Noord, lunetten. Ja. 4 kilometer zie ik al helemaal staan. Ja. En nog niet de laatste, maar bijna wel. Bijna wel. A58 Breda Tilburg. Even Kees' vader, jongen, die klaagde over die batterijen. Ja. In zijn scootmobiel. En nou hebben we een 2-takblokje erop gezet. Maar nou staat de hele HEMA blauw, dus daar mag je niet meer naar binnen. En de laatste A58 Breda Eindhoven. Tussen Baas en Moergestel, 4 kilometer. Doei!
Dat is eigenlijk weer een beetje koude douche die we dan krijgen met z'n allen. Hè? Ja. Net helemaal in de voorjaarsstemming, met lekker warm weer, boven de 20 graden. Vanaf zondag weer beter, toch, geloof ik? Ja. Het is slechts een tijdelijke dip. Want de tweede helft volgende week is het gewoon weer dit weertype. Dus we zullen denk ik niet heel veel tekort komen. Het is even jammer, het is even gewoon weekend. Wat doe je eraan, hè? Je doet er helemaal niks aan. We kunnen nu wel vrij uit schakelen met het volgende gastoptreden. Als het gaat om verkeersinformatie bij Radio 10. Ja, hij heeft zo'n leuk handtasje bij zich iedere keer. Dus ik denk, gaan we natuurlijk ook even annonceren. Het is een redelijk nieuwe ster aan het Radio 10 firmament. Hier is namelijk onze dameskapper, Ton Deuzen. Hi Rob. Hi. Daar zijn we weer. Ja, ik zag het al. Heerlijk hoor, het weer buiten. Ja. Nou, daar gaan we weer, hè. Ja. A1, Amsterdam-Amersfoort, ja hoor. Tussen Knoop en Watergraafs met een Muiden, 5 kilometer. A2 weer, Amsterdam, Den Hogenbosch, Breukelen en Oude Rijn, ook 5 kilometer. A12, Arnhem-Oberhausen tussen Knoop en Velperbroek. Oh, die broeken, ik heb vandaag mijn hoensbroek aan, dus het is toch mooi weer. En Zevenaar, 5 kilometer. A13, Rijswijk-Rotterdam tussen Delft-Noord en Berkel-Roderijs, 5 kilometer. Een erg populair cijfer vandaag, 5. A15, ook weer 5 in Ridderkerk, Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht, 7 kilometer. A15 Ridderkerk, Nijmegen, tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel. Wat een vriend die woont in Arkel. Een hele leuke plaats. 6 kilometer door een ongeluk. Jongens, pas op, hè. A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer. Tom, het Ketelplein. Oh, Ketelplein. Ja, Ketelplein. Dat was maar raar klinken. Vroeger had je toch dat Ketel? Ja, dat is een platenlabel, hè. Oh. Nee, heel lang geleden, hoor. Ja, nou ja. Je moet me niet beledigen, hoor. Zo nee, ik ga niet. Kan niet durven. A28, Amersfoort, Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk, 6 kilometer. Nou, dan zijn we weer bij de laatste. Zo snel kan het gaan. Alleen niet voor de mensen die stilstaan. A73, Maasbracht, Nijmegen tussen Hurst Noord en Vierlingsbeek. 5 kilometer door een eerder ongeluk. Ja, ik wil nog heel even, voordat je weer opstaat en dat beeldige handtasje meegidst. Dank je. Even op je vakgebied terugkomen, want het is natuurlijk de druk aan de zaak. Hè. Zeker dit radiooptreden gaat er natuurlijk toe leiden dat, hè. De agenda stroomt vol. De eerste 30 klanten kun je weinig van zeggen op een ochtend, maar het is een gek huis. Het is een gek huis, ja, ik zag het al. Ja, dus, maar ik wilde eigenlijk vragen, het is voorjaar. Hè, wat is nu, zeg maar, als het gaat om modieuze kapsels bij dames, hè, wat is de trend? Nou, maar? Je zou het niet verwachten, Rob. Nou. Maar het is echt waar, het matisme komt weer helemaal terug. Het dus matisme? Dat, ja, nou. Dus kort van voren en lang van achteren. Dank. Doei. Had je of nee. Dan het volgende gastoptreden, Radio 10 Verkeersinformatie. Spannende geluiden. Want hier is onze Belgische grootheid. Georges Jambers. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Georges. Het is weer bal. Het staat vast. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten, 9 kilometer. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Voorst en Deventer. Oost. Niemand had het gedacht, maar het was Oost. 12 kilometer door een eerder ongeluk. A4 Amsterdam-Delft tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. 8 kilometer. Niemand wist waardoor. Bleek een pechgeval. A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal-West en Wageningen. 6 kilometer. A13 Rijswijk-Rotterdam tussen Delft-Noord en Berkel-Roderijs. 6 kilometer. 2 muzelmannen zitten in de trein op weg naar een haatcongres. En die ene zegt tegen die andere haatbaard: Allah, het zou een prachtige opportun zijn. Het is een mooi gebouw, we kunnen het voor een euro overnemen. We kunnen de grootste moskee van Europa maken. Maar Allah, zegt die een ander, van, doe je dat dan niet? Jo, het pand staat in zijn biggenklooster. A15, Ridderkerk-Gorkum, tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorkum. 6 kilometer door een ongeluk. S'nachts loopt hij gehuld in de jarretelle alle discotheken af. Overdag staat hij op de A27 tussen Breda en Gorkum. Vast in de file tussen Hank en Werkendam. De laatste van dit moment. Op de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Gelder, had ik het niet gedacht. En tussen Sint-Anna-Bos in 6 kilometer. Het is tijd voor een pinteke. En dan de
ook nu weer verkeersinformatie. Het ene laatste gastoptreden van vandaag, nou, we hebben het al aangekondigd. Zij mag natuurlijk op een dag als vandaag niet ontbreken in die prachtig gele jurk. Marijke, wat zie je er beeldig uit? Dank je, Rob, dank je. Ja, het is heel graag een feest om echt te mogen aanschuiven. Ja, ik moet zeggen, je bent het voorjaar alleen al om naar te kijken. Prachtig, dus... Ja, ik zie alle vogels hier vliegen, alles komt hier uit de grond zetten. Dat is prachtig. Ja, dat is uit de grond zetten. Zou je misschien de verkeersinformatie met ons willen delen? Maar natuurlijk, daar gaan we. A2 Amsterdam, Sertogenbosch tussen Breukelen en Oude Rijn, 6 kilometer. A2 Utrecht, Den Bosch tussen Vianen en Everdingen, 5 kilometer. A12 Utrecht, Arnhem tussen Veenendaal, West en Wageningen, 7 kilometer. A12 Utrecht, Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Duiven, daar gaan ze weer. Woehoe! 6 kilometer. Kom maar jongens, niet op mijn wagen poepen. Dak staat nog open. A27 Utrecht, Gorkum. En door de Noord 7 kilometer. A58 Breda, Tilburg. Ik heb je nog zo gewaarschuwd en ook niet op de hoogstoel. Ik moet Gelder in het allemaal. 6 kilometer door een ongeluk. En de laatste, ik moet even mijn dak dicht doen. A58 Tilburg Breda. Woehoe! Tussen Tilburg, Reeshof en Dovenoot. 5 kilometer door een kijkkist naar een andere rijbaan. Woehoe! Ik geloof dat ik ben lekker weer deze plaat niet nog een keer zal draaien. Het is namelijk de muziek die Heineken gebruikt tijdens de commercials gedurende de Champions League voor hun producten. Maar daar gebruiken ze maar een heel klein stukje uit. Nou is het hele liedje niet langer dan 1 minuut 47, dus je kunt er ook geen... Ik krijg ook wel een beetje trek. Maar het heeft er ook alles mee te maken dat wij ineens via de Uno hier op de parkeerplaats zagen verschijnen. Bij Radio 10. Met die vlag erop, hè? Met die vlag erop, de Italiaanse vlag erop, Italiaans weer kenteken. Dat betekent zo dadelijk Giuseppe met verkeersinformatie. Dan natuurlijk ook verkeersinformatie als beloofd. Ja, hoort wel een ander muziekje bij natuurlijk. Ja. Het is tijd voor onze grote... Ja, daar hoort natuurlijk de traditional Italian tango bij. Hier is Giuseppe. Ciao, Roberto. Ah. Come stai? Het gaat heel goed met mij. Hoe gaat het met jou? Tutto posto, tutto posto. Posto? Ik zeg alles goed hier. Mooi. Oh, maar vandaag de file berichten. Ja, laat komen. A1, Amsterdam-Amersfoort. Tussen die Blari, Kommeri en Brugge. 5 kilometer. A2, Amsterdam-Utrecht. Tussen die Vinkenveen en die Maarsen. 7 kilometer. A4, Amsterdam-Delft. Tussen die Nieuwe Meren en die Schiphol. 5 kilometer. A4, Amsterdam-Delft. Niet voor 100%, maar voor de helft. Tussen die Schiphol en Nieuw-Vennep. 5 kilometer. A5, 8, Breda, Tilburg. Tussen die Galder en die Anabos. 6 kilometer door een incident met de Fiat 500. Tramalanti di motori, radiatori di bevrori, di clapi di bandi, di flutti di strochi, tramalanti. En, marricate d'ora, A58, Tilburg, Breda. Tussen die Tilburg, Reso. En die Ulbenhout. 5 kilometer di kakers met die rubberen nekken en die andere rijbaan die tramalanti. Sono porci questi automobilisti. Tramalanti. Ben je klaar? Ik ben er klaar. Tijd voor divino. Het is tijd voor de hoofdpunt uit het nieuws.